Welkom terug bij het kanaal van Harry de Ferryman. Deze keer in een iets andere setting als dat jullie gewend zijn van mij. We hebben vrijdag hebben de Maastroom in het water gelaten. En 's middags dacht ik, zal de werkplaatsen opruimen. Daarbij ben ik gevallen. En een klein beetje ongelukkig terechtgekomen. En daarbij heb ik mijn elleboog gebroken. Ik had nog nooit een arm gebroken, dit is de eerste keer voor mij. Nou, het is knap lastig. Er zit nu drukverband omheen. Ik moet er een week omheen zitten en dan moet ik naar de chirurg toe en gaan ze kijken wat ze er verder aan gaan doen. Ze hebben al gezegd dat ik moet tellen op, in het allergunstigste geval 2 weken. Maar dan zei je, gaat maar vanuit 4 tot 6. Dan moet het weer genezen zijn. Dus tot die tijd kan ik geen... Dat videootjes maken. Ik baal ervan, want die neem ik normaal zaterdagsmorgens op. En dat wou ik nou afgelopen zaterdag ook doen. Maar dat is dus niet gelukt. En daarom was er een zondag geen video online. Het is niet anders. We kunnen er niks aan doen. Maar de Maastroom hebben we nog wel afgekregen. Dit is het achterdek. Hier zie je de kabels binnen netjes tussen het dak en het plafond ingebouwd. Dit is donderdag 's avonds een foto genomen. Was ik klaar. Kut opgeruimd. Was ik klaar om weer te water te gaan. Zij zag er netjes uit. Te water gaan heb ik ook nog gefilmd. Dat kun je hier zien. Hier zijn we onderweg vanaf het industrieterrein bij ons. Naar de Lidzaam. Ongeveer 1 kilometer te rijden. Dus je moet je voorstellen, het bootje dat weegt 18 ton, als je leeg is. Er zit ongeveer nog 600, 700, 800 liter brandstof in, dus dan moet je erbij tellen. De tractor die we hadden, die had er moeite zat mee de dijk op, maar we zijn er gelukkig heel uit gekomen. Het is altijd spannend als je met zo'n gevaar de weg op gaat. Zeker omdat we die eigenlijk nooit doen. Ik kan me eigen voorstellen, mensen die regelmatig een boot transporteren, die er geen moeite meer hebben, maar wij vonden het alle twee spannend om te doen. Het is gelukkig goed verlopen. Het bootje hebben we weer terug liggen in Litouwen, waar hij normaal altijd ligt. Alles werkte. Hij liep lekker. Schroefje gerepareerd en de onderkant schoongemaakt, dat scheelt enorm. We haalden met gemak tegen de stroom op 15 km per uur. Dus dat vaart gewoon lekker. En dat scheelt dan ook, want toen we het water uit gingen halen, kwamen we echt niet meer boven de 11 km per uur. Nou, er zat een hoop natuurlijk in de schroef dat het erom was. Maar nu deed hij het lekker. Hier zijn we op de Lidzaam. Moeten we hem onder de kraan zien te manoeuvreren. En daar in de betonnen vloer, daar zitten roosters in. En daar hadden we nog wel moeite om er doorheen te komen. Maar met een paar keer de tractor verzetten, is het ons toch gelukt. Ik ben er blij mee dat je weer in het water ligt. Ik vind het alleen jammer dat ik er niet mee kan gaan werken nu. Dus dat had ik het liefste gedaan. Gewoon gewerkt. Het enige voordeel dat ik nu wel heb is dat ik met kerst en oud en nieuw vrij ben. Ja, vrij. In de ziektewet zit. Dat heb ik anders nooit. Zeggen dat kan al... Ik denk 25 jaar geleden zijn dat ik met kerst en oud en nieuw ooit eens vrij heb gehad. Ik vind het niet erg om te werken, maar dit wordt weer een hele nieuwe ervaring. Ik merk wel dat ik mijn eigen gauw verveel. En dat is dit filmpje had ik eerder kunnen maken, maar ik kon mijn eigen er eigenlijk niet toe zetten. Maar goed, we zijn nu aan de computer gezeten en dat kan het toch goed. Ik vind het altijd een mooi gezicht, hoe een bootje naar beneden toe gaat, water in. Blijft apart.
Zo, en daar gaan we. Kijk naar dit dooi. Net aangevaren. Snel het boek invullen. Ik wil van deze kant iedereen een hele fijne kerst. Een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toe wensen. Ja, voordat er weer nieuwe filmpjes komen, daar zal een paar weken aanlopen. Ik zal jullie op de hoogte houden hoe dat gaat met mijn arm. En nu ga ik het afsluiten, zoals ik het altijd doe. Als je de filmpjes leuk vindt, graag duimpje omhoog. Je kunt je eigen ook abonneren op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte wanneer dat ik een nieuw filmpje upload. Het zal nu de aankomende weken dus echt niet iedere zondag zijn. Maar in de toekomst wel, ik heb nog zat ideeën voor last video's. Ik wil nog doorgaan met de serie Mi'kmaq-lassen. Bovenhandslassen heb ik nog niet gedaan. Ik wil nog met gevulde draad gaan lassen. Met Mi'kmaq-apparaatje. Dan kun je gasloos lassen. En ik heb nog zat dat ik jullie wil laten zien. Ik hoop tot snel en ik ga afsluiten zoals ik altijd doe. En zoals wij hier in Brabant zeggen, houden.